te beginnen kom je binnen en zie je onmiddellijk de videokunst van Hanneke Klaver, een jonge kunstenaar, die via een hele leuke presentatie haar werk laat zien. Dan loop je door en zie je al heel snel portretten hangen. Je ziet grote kleurrijke schilderijen van Hans Ewelink Koning. Je ziet portretten hier in deze ruimte van Paul Citroen. En ook, en dat is toch bijzonder, een oud leerling van Paul Citroen, Bunny Soeters, die nog steeds leeft, van 1935 geboren en nog altijd schildert. Dus bijzonder om deze twee bij elkaar te laten zien. En nu hebben jullie in samenwerking met de fundatie dit kunnen neerzetten. Hoe is die samenwerking deze keer tot stand gekomen? Ja, het is duidelijk geen fusion, zoals de, het museum de samenwerking noemt, als zij het komen inrichten met al hun kunst. Deze keer hebben wij wel een optie gedaan voor bepaalde werken. En die konden we dan ook in bruikleen krijgen, maar we hebben ze zelf moeten ophalen met speciaal kunstvervoer. En de samenstelling is dus ook helemaal in onze handen geweest deze keer. Er zijn ook portretten, zoals je hierachter ziet, in bruikleen van een particulier die een grote verzameling werken van Paul Citroen heeft. Die hangen hier ook bij, dus van alle kanten zijn er werken gekomen. Er zijn meer kunstenaars, hè, van de Weideven met driedimensionaal werk, die je telkens op het verkeerde been zet, met, zowel met zijn vormen als met de materialen. Maar heel bijzonder om het te zien. Heel bijzonder. Nu weer van dinsdag tot en met zaterdag langskomen. Met zondag. Tot en met zondag. Van dinsdag tot en met zondag, van 2:30 tot 5:00. Je hoeft je niet meer van tevoren aan te melden. Je kunt gewoon binnenlopen. Als je komt, wordt wel je naam en je telefoonnummer gevraagd. Dat mocht er een uitbraak komen, dat wij ook heel snel kunnen zien wie we daarvoor moeten waarschuwen als er om gevraagd wordt. Van 2:30 tot 5:00 dus, vrij entree. En ja, ik zou zeggen, kom. Het is zeer de moeite waard. Tweede zondag in september begint de nieuwe tentoonstelling van Piet van der Hoef en Sanne van Tongeren. Sanne van Tongeren is een beeldhouwer met heel groot beeldhouwwerk. En Piet van der Hoef is een almeloze kunstenaar die heel figuratief werk maakt. Dus dat wordt ook, ja, zeker de moeite waard om te komen kijken.